als je dus veel in de nacht werkt, heb je rare tijden. Dus overdag slaap je, 's nachts werk je. En je werk-privé-balans kan natuurlijk een beetje verstoord raken. Ik ben heel benieuwd hoe ervaringsdeskundigen dat aanpakken. Dus ik spreek kinderverpleegkundige Charlotte en psychiater Maaike. Zij gaat ons tips geven waar je rekening mee kunt houden. Charlotte, jij bent kinderverpleegkundige. Ja, klopt. Dus je werkt ook veel in de nacht. Ja, vrij veel. Ja, hoe doe je dat? Hoe combineer jij je werk en privé? Nou ja, het ligt eraan of het door de week of in het weekend is. Door de week zorg ik ervoor dat ik tot 1 uur of 5 slaap. En dat ik 's avonds dan nog iets leuks ga doen als iets leuks met vrienden, sporten of uit eten. Ja. In het weekend dan heb ik vaak wel iets in de planning staan. En dat kan overdag zijn of 's avonds. Dus dan kijk ik even of ik in 2 delen ga slapen. Dus tot 1 uur of 2 en dan dat ik weer rond 1 uur of 6 mijn bed in ga. En als ik 's avonds bijvoorbeeld iets leuks met vrienden heb of een feestje, dan slaap ik tot 1 uur of 6. En dan ga ik 's avonds nog voor mijn nachtdienst naar het feestje. Ja, wat is jouw favoriete vrije tijdsbesteding? Nou, ik ben wel echt een gezelligheidsmens. Dus ik ben wel vaak met vrienden en vriendinnen. Ik doe wel regelmatig aan sport en dan kickboksen of tennis of squashen. En vooral gewoon de gezelligheid opzoeken, zeg maar. Ik ga graag naar Feyenoord, dus dat is ook nog wel eens als ik nachtdienst in het weekend heb en Feyenoord heeft een wedstrijd, dan plan ik dat er ook tussen. Gebeurt het jou nou ook wel eens dat je bijvoorbeeld, iedereen zit gezellig aan de kersttafel, paasontbijt en jij moet gewoon werken of slapen? Met kerst vind ik het eigenlijk heel relaxed, omdat dan is alles al klaargemaakt en dan hoef jij alleen maar aan te schuiven. Maar vorig jaar was ik ingeloten om met Oud en Nieuw te werken en dat vond ik wel echt heel erg vervelend. Charlotte, ik ben eigenlijk ook wel een klein beetje nieuwsgierig. Hoe doe je dat heb je een relatie? Ja, ik heb een vriend en die werkt ook in de nachtdienst. Ja. En vorig jaar was het heel gezellig, want hij zat in de nachtdienst met kerst en ik met Oud en Nieuw. Soms ben ik ook wel eens jaloers op mensen die gewoon van allebei van 9 tot 5 werken en waarbij het allemaal wat makkelijker gaat. Maar ja, dan komt dat stukje plannen weer terug. En dan is plannen gewoon heel belangrijk. Wat zou je nou het allervervelendst vinden wat je moet missen? Ja, dan toch wel Oud en Nieuw in de nachtdienst. Ja. Ja, ja. Ja. Nou ja. Of Koningsnacht, dat soort dingen. Gewoon, ja. Ik ben zelf ook nog vrij jong, dus ja, dat blijft toch wel een dingetje altijd. Maar het hoort erbij en je weet het van tevoren. Dus, En op andere momenten, wanneer juist mij uitkomt, ben ik ook weer vrij, terwijl anderen moeten werken. Dus het heeft ook weer zijn voordelen. Ja, we hebben natuurlijk allemaal kijkers die veel in de nacht werken. Ja. Wat heb jij voor tips voor ze om werk en privé in balans te kunnen houden? Werk heeft natuurlijk wel prioriteit, maar het sociale leven vind ik ook gewoon, probeer dat ook als prioriteit te zien. En vooral inderdaad dat plannen. Dus zie je dat er 's middags iets leuks te doen is, ga dan in 2 delen slapen. Dat is eigenlijk net zo effectief. En ja, vooral gewoon goed plannen en inderdaad beide als prioriteit zien. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Charlotte, dankjewel voor dit interview. Ja, graag gedaan. En ook voor de tips natuurlijk. Ja. Ik wens jou alvast een hele fijne Oud en Nieuw. Dankjewel. En ik geef jou een box. Hey, dankjewel. Doeg. Doei. Nou, een gezonde balans tussen werk en privé is onwijs belangrijk. Zeker als je in de nacht werkt. Ik ga nu naar Maaike. Zij is psychiater. En wellicht heeft ze goede tips voor ons. Hey, hallo Maaike. Hoi. Goeiedag. Als het goed is, jij bent psychiater bij het Erasmus MC. Jij kan me vast vertellen, hoe belangrijk is het nou om een goede werk-privé-balans te hebben? Nou, heel belangrijk. Want als je de nacht werkt, heb je een veranderd dag-nachtritme. En daardoor ook een verhoogde kans op stress en depressieve klachten. En dan is het des te belangrijker dat je heel goed investeert in je sociale contacten. Mm-hmm. En ook in de dingen waar jij van oplaat. Ja. Maar je sociale contacten, dat is natuurlijk wel een beetje anders als je in de nacht werkt. Want normaal gesproken mensen slapen 's nachts, jij werkt. En andersom, hoe doe je dat dan? Nou, het is belangrijk dat je ze betrekt bij het plannen van je rooster. Vertel ze van tevoren wanneer je er wel en niet bent. En ook vooral wanneer je slaapt. Want het is belangrijk dat je dan niet gestoord wordt. Mm-hmm. En benut zoveel mogelijk de momenten dat je wel samen bent. Ja. Bijvoorbeeld de vaste maaltijden. Als jij uit je werk komt, kun je misschien samen ontbijten. Of voordat je naar je werk gaat samen eten. En dat zijn bij uitstek de momenten waarop je bij kunt praten hoe het met iedereen is. En kun je ook weer plannen maken voor het volgende moment dat je elkaar ziet. Ja. Ja, en heb je nog andere tips voor al die collega's van ons die vooral in de nacht werken? Ja, maak van tevoren afspraken. Want je hebt niet zoveel tijd. Mm-hmm. Plan iets met iemand
die je leuk vindt. Daar heb je ook meteen iets om naar uit te kijken. En ja, gewoon in contact blijven. In contact blijven. Nou, dat vind ik echt een hele goede tip. Toevallig ga ik nu met een goede vriend ergens een hapje eten. Hebben we ver van tevoren gepland. Dus ik zit volgens mij helemaal goed, hè? Helemaal goed. Oké, nou heel erg bedankt, Maaike. Ik geef jou een high five. En nog een fijne dag en bedankt voor de uitleg. En jij veel plezier. Ja, dankjewel. Doeg. Dit was alweer de laatste vlog van Perfect Fit at Night. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden en dat je iets aan de tips hebt. En voor nu zou ik zeggen, blijf gezond, blijf fit. En wie weet, tot ziens.